Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Tweewielers en Mondzorg Limburg. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sparren met Sporters. Ik weet nog niet bij welke sporter ik op bezoek ga vandaag. Dat hoor ik van Rick. Even op een koffie. Gaan jullie mee? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik zag je al aankomen. Kopje koffie. Lekker. Daar kom ik voor, Rick. Kijk. Daar kom ik voor. Dank je wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Hoe staat het leven? Goed. Goed. Ja. Goed. En met jou? Perfect. Je bent weer op zoek. Op zoek naar een Midden-Limburgse topsporter waar ik mee kan sparren, Rick. Je hebt meestal goede ideeën. Ik weet wel iemand. De jongens van VVV, selectie, komen allemaal hier op bezoek bij de tandarts. Wij controleren alles, is een onderdeel van de medische keuring. En daar loopt er eentje tussen. Een jongen uit Hechten, Levi. Levi Smans. Talentje. Absoluut. Absoluut. Hey. Proost, dat gaan we doen. Succes. Ja, aanbeland in de koel. De befaamde trappen van VVV Venlo, waar je... Ik zal je eerlijk zeggen, als je verloren had en je moest die trappen weer omhoog, dat viel extra tegen. Levi staat hier om mij te wachten. Als jullie goed zien, jullie zien hem al op de middenstip. Ik ga naar hem toe. Hey Levi! Groeten van je tandarts trouwens om mee te beginnen en hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, ik ben blij dat ik bij VVV speel nu. En ja, dat ik hier mijn kansen kan pakken. Ja, in de voorbereiding van dit seizoen was je er in één keer. Uit het niks. Ja, klopt. Vertel eens, hoe ging dat? Ja, de trainer van de onder 18 die belde mij op een woensdag. En die vroeg of ik de week daarna met het eerste wilde gaan aansluiten in de voorbereiding. Ja, en toen... Ja, meegedaan. En ja, eigenlijk met geen verwachtingen. Gewoon ja, je best doen. En kijken waar het schip strandt. En toen daarna ja, mee op trainingskambal. En toen een beetje blijven aanhaken. En toen ja, bleven we erbij eigenlijk met de jonge gasten uit de jeugd. Ja, je deed goed. Ja, het ging erg goed. In de eerste oefenwedstrijd meteen een doelpunt kunnen maken. En daarna een beetje ja, mijn plekje hier kunnen vinden. En dan ga je ook beter voetballen. Ja, dat begrijp ik. Want hoe kom jij de eerste keer, voor de eerste training, hoe kom jij dan het kleedlokaal binnen? Is dat met knikkende knieën ja, zo van? Ja, de eerste keer moesten we naar de atletiekbaan. Toen waren we met alleen de jonge jongensvrouw. Oké. Okay. Dus toen viel nog mee. Maar toen we de eerste echte training hier in de koel hadden, toen ja, was niet knikkende knieën, was gezonde spanning een beetje. Ja. Ja, ik vond dat zelf ook altijd, die eerste trainingen van het seizoen, nieuwe jongens. Plaatje proberen te krijgen in het kleedlokaal, ertussen komen, letterlijk en figuurlijk. Dat is toch even wennen en even aftasten. Ja, klopt. Maar ja, als je gewoon laat zien dat je een beetje kan voetballen, dan krijg je ook, ja, dan word je een beetje makkelijker opgenomen in de groep. En dan komt dat eigenlijk vanzelf wel goed. Wat dat betreft is die degradatie van VVV, die jonge jongens, waaronder jij, eigenlijk goed uitgekomen. Jullie kregen eindelijk een kans. Ja, klopt. Anders ja, er gingen 17 spelers volgens mij weg. Ja. Ja, en die plaatsen moeten worden opgevuld. En ja, dat doen ze dan met jeugdspelers. En dat is voor ons eigenlijk ideaal om dan de kans te pakken. Want als ze in de Eredivisie waren gebleven, dan ja, had het misschien niet zo gelopen. Was het niet zo gelopen. Hoe zou jij jezelf typeren als speler? Ja, ik denk een creatieve speler met een... Met een goede dribbel en ik werk er altijd hard voor. En ja, veel van mijn teamgenoten ook over. En ik moet denken, heb ik gewoon van de paasjes, van ja, iets bedenken wat misschien anderen niet zien aankomen. Altijd middenvelder geweest, hè? Ja, altijd middenvelder. Groot loopvermogen, box-to-box zeggen ze dan tegenwoordig als je het hele veld overcrost. Want wat mij opviel, ik heb het jou net al voor het interview gezegd, ik vergelijk je jouw drive op het voetbalveld een beetje met Brian Linssen. Je brengt echt extra energie in dat elftal. Ja, ja, dat krijg ik al vaker te horen dat ik inderdaad met veel energie speel.
Maar ja, dat is gewoon hoe ik mijn speelstijl. En, ja, dat moet je altijd houden, ja, dat is fantastisch. Ik denk dat heb ik dan mee. En dat is fijn. Ja. Dan kan je gewoon, stel het lukt een keer niet of zo. En je blijft altijd hard werken in het veld, dan kan je daar altijd nog iets mee brengen. Dus ik denk dat een goede eigenschap is. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Hey, had je zelf verwacht dat je zo snel al regelmatig in de basis staat? Nee, sowieso. Als je begint mee te trainen, denk je daar echt nog niet aan om überhaupt in de basis te staan. En toen mocht ik de eerste keer invallen. Ja, en dat ging aardig. En de tweede keer invallen hier thuis tegen Almere. Ja, toen heb ik denk een hele goede indruk achtergelaten. En daarna eigenlijk... De winst nog naar je toe getrokken in die wedstrijd. Almere eerst achter en uiteindelijk nog gewonnen. Ja, klopt. Ja. Ja, toen kwam ik wel met een 2-1 voorsprong erin. Maar toen denk ik wel veel energie ook gebracht. En daarna is mijn eerste basisplek tegen Jong AZ. Ja, en dat ging goed. En volgens mij je eerste doelpunt was gelijk het winnende doelpunt uit bij FC Dordrecht. De 0-1. Mooie goal trouwens, na een mooie actie van Roemer. Dat is een cliché. Ik weet wat er door je heen gaat. Maar vertel eens, wat voel je dan? Ja, bij het begin als je scoort, dan besef je nog niet allemaal. Je bent gewoon echt super blij dat je een goal maakt, eigenlijk, ja, zoals je hem altijd maakt. En pas daarna eigenlijk, na een wedstrijd, dan begin je echt te beseffen dat je gewoon je eerste doelpunt in betaald voetbal hebt kunnen maken. En de winnende, hè? Je kan er ook eentje maken als je met 5-1 verliest. Hè? Ik bedoel, daar heb je niks aan. Ja, klopt. Dat is extra mooi. Dat is wel echt, anders was het denk ik ook veel minder... groot gebracht, zeg maar, dat ik scoorde. En nu was het dan het enige doelpunt en de winnende. Dus dat was extra mooi. 18-jarig talent uit Herten brengt VVV de zegen. Ja. Daar kwam het op neer overal. Ja, klopt. Ja, dus dat is alleen maar mooi. Ja, dat is super. Ik neem aan, jouw telefoon rood gloeiend van de berichtjes allemaal van iedereen. Ja, klopt. Toen ik terugkwam in het kledingkamer, toen ben ik eerst gaan douchen. Want ik had toen een interviewtje met de ESPN en zo. En toen, daarna... Ook leuk, hè, om mee te maken. Ja, zeker. Dat was ook voor de eerste keer. En, ja, het is alleen maar leuk. En toen kwam ik terug en toen in de bus opende ik eens mijn telefoon. Ja, en toen de hele busreis vanuit Dordrecht kunnen beantwoorden. En toen ik thuis kwam, heb ik op een gegeven moment weggelegd. Toen ging ik slapen en volgende dag maar verder. Ja, heb je het niet gevierd met een... ik neem aan dat er ook veel vrouwen tussen zaten bij die app. nee, dat viel wel mee. Viel wel mee. Bescheidenheid siert de mens. Maar er is... ik weet niet, even Dordrecht terug, hoe toen met corona zat. Maar jullie hebben het niet kunnen vieren, die overwinning? Nee, in de bus. Ja, reist gewoon terug naar huis. En is natuurlijk hangt een betere sfeer dan als je een wedstrijd verloren hebt. Maar ja. Het is niet dat er dan een eigen feestje wordt gevierd. Nee, maar de kroegen waren toen ook al dicht, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat weet ik niet of dat toen al was. Ja, volgens mij wel. Want je bent nou, je lacht een beetje, maar je bent niet iemand die zegt van... Hey, we gaan met het... In mijn tijd gingen we meestal met het hele team, als we gewonnen hadden, daarna even een drankje nee, doen. Nee, daar ben ik helemaal niet van, nee. Gewoon, gewoon muziekje op in het kledingkamer of zo, als we gewonnen hebben. Ja. Dan, dat vind ik eigenlijk lekkerst. En dan gewoon... met lachende gezichten gewoon terug de bus in. Levi, wat zijn verbeterpunten voor jou nog? Die zijn er zeker. Ik denk mijn bezetting voor de goal. Dat ik meer positie kiezen? Positie kiezen, ja. Ik kom nog te weinig voor de goal. En dan helemaal te weinig eigenlijk tot afwerking. En ook in het afwerken zelf kan ik echt nog wel wat verbeteren. Gewoon, ik vind elke bal rond de 16 moet je op goal schieten. En daarin kan ik zeker nog verbeteren. En als ik dat ga verbeteren, zullen ook misschien nog en hopelijk meer doelpunten komen. Ja, lekker. Ja. En je handelingssnelheid is goed? Dat kan ook altijd nog verbeteren. Maar ik denk dat ik wel snel kan aanpassen als het niveau hoger wordt, dat ik sneller ga handelen. Maar er zijn zeker nog genoeg momenten dat ik gewoon nog sneller om me heen moet kijken waar de ruimtes is. En dat ik dan sneller kan handelen. Ja, jullie spelen vaak, of meestal, 1-op-1 op het veld. Dat kost ontzettend veel kracht. Ja. Toch volgens mij heb jij conditie genoeg, hè? Ja, klopt. Af en toe ben ik ook gewoon in de rust. Dan ben ik even blij dat het rust is. Maar ja. Nee, de conditie ontbreekt niet aan, nee. Ja. Nou heb je het zo goed gedaan dat VVV dacht van... Hey, die jongen die moeten we gaan belonen en vooral vast gaan leggen. Je hebt een contract gekregen tot medio 2025. Bijna 4 jaar. Ja. Waardering? Ja, dat was alleen maar mooi dat ik eigenlijk van mijn
een hobby mijn beroep kan maken. En ja, dat het dan allemaal zo snel is gelopen, dat is echt super mooi. En dat is eigenlijk een droom die uiteindelijk uitkomt. Ja, en 4 jaar was bewust of dat was het voorstel van de club? Of? Ja, was ook al gewoon bewust, want ik heb hier mijn kansen gekregen. En ja, ik heb het hier al gewoon hartstikke naar mijn zin. En ja, ik hoop met VVV snel weer terug te keren in de Eredivisie. Ja, jongen van de regio, hè? Ik bedoel, Herten ligt niet direct bij Venlo, maar toch redelijk dichtbij. En Herten is natuurlijk wel... Mede door Marco Bogers en in het verleden Bo Wilters een echt VVV-dorp geworden. Ja, klopt. Er zijn inderdaad ook nog in de jeugd wat jongens uit Herten die, ja. Die daar spelen, die bij VVV in de jeugd spelen. Dus ja, het is echt wel een voetbaldorp. Maar dat merk je ook wel, ook bij SH waar ik altijd gespeeld heb. Ook heel veel jeugdteams altijd leven daar, dus dat is alleen maar leuk. Kunnen jullie nog stunten de rest van het seizoen? Zit er nog een verrassing in? Ja, dat denk ik zeker. Want iedereen kan gewoon van iedereen winnen en verliezen. En als wij gewoon hard voor elkaar werken en gewoon vertrouwen hebben in onszelf, denk ik dat wij ook van iedereen kunnen winnen. En dat we gewoon ja, richting die top 8 kunnen kijken. En dan kan je gewoon voor promotie naar de Eredivisie gaan spelen. Levi, we zijn op Sportpark de Wolfsberg, SHH Herten, je oude clubpie. Ja. Hoe kijk je eigenlijk terug hier op je jeugd? Ja, eigenlijk met heel veel plezier. Ik heb hier altijd, ja, ik kwam hier altijd heel graag. En ja, gewoon hier heb ik alle jeugdteams bijna gehad. De uitstapje bij VVV dus gehad. Want je was bij de onder 10, onder 11, onder 12, zeg maar, die leeftijd was je bij VVV even. Klopt. En toen ging je toch weer terug naar SHH. Waarom was dat? Ja. Ja, toen ben ik teruggegaan inderdaad, omdat ik wilde graag in de omgeving hier naar school. Toen ben ik naar Scheunenlijk gegaan. En, want VVV-spelers die moesten in Venlo naar school? Klopt, ja. Klopt. Ja, die moesten naar de en jij wilde gewoon hier in je eigen omgeving, je eigen vrienden? Ja, toen, ja, mijn gevoel zei gewoon dat ik beter hier mijn school kon doen. Dus ja, toen ben ik hier, heb ik gewoon op Scheunenlijk mijn HAVO-diploma gehaald. Ja, en je ziet, je kan evengoed weer terugkeren bij VVV? Ja. Ja, dat betekent twee dingen. Je hebt je diploma, maar dat je het hier ook goed gedaan hebt. Ja, hier speelde ik met alle standaardteams eigenlijk in de divisie. In de onder 15 speelde zelfs tegen SC Eindhoven. Dus ja, dit is gewoon een hartstikke hoog niveau ook. En ja, daar heb je ook goede spelers om je heen en goede tegenstanders. Dus ja, je blijft wel op zich op niveau spelen. En het laatste jaar begon ik met het eerste mee te trainen. Dus ja, het niveau is ook hier best hoog. En als je met je vrienden speelt en bij je oude clubje, dan denk ik dat je ook nog net iets meer kan pingelen. Dat je wat vrijer bent en dat je misschien ook daardoor wat creatiever wordt. Ja, klopt. Er wordt eigenlijk best veel van je verwacht. Verdedigend, aanvallend. Bijna elke bal ja, die je kan krijgen, die krijg je ook. Ja, dat is op zich wel leuk, want je kan gewoon echt duidelijk het verschil maken. En ja, dat was bij SA hier wel het geval. Ja. Maakte je ook het verschil hier in de jeugd? Ja, ik maakte wel veel doelpunten, assists. En gewoon de ballen die ik kreeg, kon ik wel altijd... ja, of ik maakte een actie of ik speelde een paas naar een medespeler. En daar ontstond er wel vaak een aanval uit of zo. Dus ja, dat kon je wel... Ja, was veel bepalender, zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook medespelers die, ja, die niet zo goed waren. Lijkt me moeilijk, hè? Als je, zoals jij, volgens mij kun jij niet tegen verliezen. Nee, klopt, klopt. Ja, dat, toen ik terugkwam van VVV, toen merkten die jongens dat wel van, ja, als ik gewoon verloor, dan was ik gewoon boos. Ja, dat was bij hun niet zo bekend. Ja, en kun je dan wel accepteren als een speler fouten maakt of had je daar moeite mee? Had je zoiets van, ik speel die bal pas af als we 3-4-0 voor staan? Nee. Ik speelde gewoon wel de bal of als een medespeler er beter voor stond of ik kon gewoon een paas geven en diegene stond vrij. Alleen ja, soms ja, dan verloren die de bal 3-4 keer achter elkaar een beetje op dezelfde manier. En dan, ja, dan denk je wel van een beetje van je fouten gaan leren. En dat is dan wel jammer. Maar dat is gewoon omdat jij, ja, je komt van VVV af. Je speelt misschien zelf op hoger niveau. Maar wat je van jezelf verwacht, dat kan je niet altijd van anderen verwachten. Ja, dat zeg je heel mooi trouwens.
Zijn er personen hier bij SH waar je speciale herinneringen aan hebt? Nee, niet echt. Mijn vader die heeft heel lang is mijn trainer geweest. En later Rick Reinders, die heeft ook nog in de jeugd bij Fortuna gespeeld. Ja. Die kwam, toen voor het eerst werd hij trainer en ja, is een hele goede trainer die ik heb gehad. Ja, dus, maar pa dus ook, die is ook belangrijk voor je. Familie is sowieso belangrijk voor je in alles, hè? Begrijp je? Ja, zeker, zeker. Die ondersteuning gewoon in alles en staat altijd achter je, welke keuze je ook maakt. Dus, Want je hebt een oudere zus, 20 jaar, en dan je vader en je moeder allebei, hè? Klopt, ja. Nou, super, super. SH staat bij mij natuurlijk ook bekend. Ik heb jarenlang met Marco Bogers, huidig directeur van VVV, prettig samengewerkt. En als we het over voetballers hebben, over talentvolle voetballers, dan ontkom ik ook niet aan de naam Bo Filters. Heb je hem nog gekend? Want hij, even voor de duidelijkheid, Bo Filters op 18-jarige leeftijd noodlottig ongeval gehad, terwijl hij op het punt stond bij VVV ook door te breken. Ja, klopt. Ik kende Bo niet persoonlijk, wel de ouders en de broertjes. Ja, dat was gewoon verschrikkelijk voor heel Herten. En niet alleen Herten, ook Venlo. Ja, en dan is het misschien nog alleen maar mooier dat ik nu ook een beetje in de sporen van Bo trainen, op dan nu wel bij VV het als Herten naar waar heb kunnen maken. Nou, want je hebt hier het Bo Filters toernooi, daar heb je ook al een keer aan deelgenomen. Ja, en Bo, bij heel VVV natuurlijk een speciaal plekje in de harten en bij heel SH. Ja, klopt. Ja, het is alleen maar mooi dat er zit ook zo'n organisatie achter die het Bo Filterstooi organiseert. En iedereen helpt mee en iedereen geeft zijn volle inzet om dat elk jaar eigenlijk weer rond te krijgen. En dat is alleen maar mooi om ook niet voor Bo terug te doen. Ja, ja, mooi. Hey, iets anders. Hoe moeilijk is het in coronatijd om te gaan als voetballer met de beperkingen, zonder publiek? Je zit natuurlijk constant dat je getest moet worden. Hoe lastig is dat? Vooral het spelen zonder publiek is wel echt veel minder leuk. En het is toch echt het leukste als je gewoon het publiek kan vermaken. Of je hebt gewoon je fans van achter je staan. En dat is vooral het jammere. Maar we kunnen aan de ene kant ook blij zijn dat wij nu nog wel gewoon alles mogen doen. We kunnen gewoon elke dag trainen, wedstrijden spelen. Dus ja, daar moet je misschien ook blij mee zijn. En hoe moet je privé opletten? Want ja, wij moeten 1,5 meter afstand houden. Jij moet natuurlijk extreem opletten, want bij het minst of geringste mis je een wedstrijd. Ja, klopt. Ja, daar hou ik ook echt wel veel rekening mee. Ja, ik ben gewoon thuis en af en toe dan iets met vrienden. Maar het zullen nooit meer dan 3-4 personen zijn. En die zijn dan ook, hebben sowieso geen klachten, dus daar hou ik wel gewoon rekening mee. En gelukkig als zij wel iets voelen, dan zeggen ze ook gewoon dat ze niet kunnen. Dus zo eerlijk is het dan ook. Want die gastjes achter je, normaal gesproken bespringen die jou voor een handtekening natuurlijk en een foto. Maar die houden dus ook al rekening met die corona, dat is wel mooi, hè? Nee, zo erg is het nog niet. Jawel, dat moet je gewoon zeggen. Nee. Hey Levi, ik vond het hartstikke fijn om je beter te leren kennen in de Koel en hier op de Wolfsberg bij SH. Maar ik zit eigenlijk nog met een soort drang. Ik moet een keer latjetrap met je doen. Dus ik vroeg me af, kunnen we niet even terug naar de Koel rijden? Latjetrap tegen elkaar doen, als je dat durft tenminste. Ja, dat durf ik al. Ja, ja. Ja. Dan gaan we doen. Ik heb er al zin in. Terug naar de Koel. Kom. Ja, terug in Venlo op het trainingscomplex met Levi. Ik kan het toch niet laten. Even latje trap, even kijken of die oude knakker van het aanstormend talent kan winnen. We houden het kort. Wie het eerst de lat raakt. Wie het eerst de lat raakt. Natuurlijk hebben we wel allebei evenveel beurten. Dus oudjes mogen beginnen, zeg ik dan. Hoe ging dat ook alweer? Rekening houden met de wind. Veld testen. En dan gewoon die bal tegen die lat schieten. Oei! Er zit toch een beetje sleet op. Matig. Übung macht der Meister. Opnieuw. Poging 2. Ei! Ja! Nee! Poging
3. Opletten. Hoppa! Ah. He did it again! Sorry, bedankt dat je me hebt laten winnen. Maar ik weet dat je het expres zegt. Ja, je wil die ouwe niet voor het hoofd stoten. Bedankt voor het hele prettige, leuke interview. Succes hier bij VVV. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde van Sparren met Sporters voor deze keer. Volgende keer weer een nieuwe topsporter. Gaan we weer op pad. Ik zie jullie graag dan en blijf gezond. Hoi! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hendricks Tweewielers en Mondzorg Limburg.